Zeven verzekeringen die je wil overwegen wanneer je start met ondernemen. Allereerst is het heel erg belangrijk om goed te beseffen dat de verzekeringen die jij in privé hebt afgesloten niet de zaken dekken op het moment dat jij bedrijfsmatige activiteiten doet. Dus stel dat er iets misgaat tijdens de uitvoering van jouw bedrijf, dan wordt dit niet gedekt door jouw privéverzekering. Dus het is echt even goed om te kijken wat je wil gaan verzekeren. Zeven verzekeringen. Allereerst een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kun je zien als een aansprakelijkheidsverzekering, maar dan voor je bedrijf. Ten tweede een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een verzekering die je veel ziet bij adviseurs als er bijvoorbeeld verkeerd advies gegeven wordt. Ten derde een cyberverzekering om je te verzekeren tegen cyberaanvallen. Ten vierde een verzekering voor je opstal, je goederen en je inventaris voor bijvoorbeeld je inventaris. Een rechtsbijstandsverzekering is handig om te overwegen als je bijvoorbeeld geschillen en of claims gaat krijgen. Een bedrijfsschadeverzekering voor eventuele schade aan je bedrijf. En tot slot een hele belangrijke is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kijk even goed wat de risico's zijn die jij loopt als ondernemer. Maar weet wel dat wanneer jij je werk niet meer kunt uitoefenen als ondernemer, je nauwelijks nog iets krijgt.